1 dag oud. Baby Yoshi bij jouw grote zus. Eerste glas wijn. Mijn nagels die representeren een klein beetje hoe het nu er thuis aan toe gaat. Leuk, daar gaan we voor het eerst. Ik wilde even een buikupdate doen, want op zich... Wel onder de paraplu naar de dokter? Baby, 1 dag oud. En ondertussen... Stukjes biefstuk. Hij zit al lekker 2 uur om mij te slapen. Zo lekker. En af en toe lekker ruiken aan hem. Dat zoete baby mens geurtje. Oh, zo'n bijzondere dag. De eerste dag. Alleen maar lekker eten, drinken. Alles wat je hiervoor niet mocht. Hij slaapt lekker veel. De hele dag in die badjas. De hele dag zonder make-up zoals je ziet. Met mijn kindje in mijn arm. Borstvoeding gaat super goed. Ze heeft gisteren, of ze. Ik moet zo wennen dat het een jongen is. We hebben, hij heeft gisteren echt meteen gedronken in het ziekenhuis. En ja, ik ben zo van hem aan het genieten. Ik vind het tweede kindje echt zoveel chiller. Je weet gewoon precies wat je moet doen. Maakt je helemaal geen zorgen. Ja, je weet gewoon, de borstvoeding gaat gewoon sneller op gang. Ja, het is echt genieten. Ja, ik kan niks anders zeggen. Mijn ouders zijn vandaag op bezoek geweest. Hij heeft hem voor het eerst gezien. Baby Yuka. Ja, schat. Baby Yoshi bij jouw grote zus. Heeft hij bloemen haartjes? Ja, hij heeft haartjes net zoals jij. Dezelfde kleur als jij. Hey, wat doe jij het goed meteen als grote zus? Baby Yoshi. Hey. Kleine handjes. Ga maar. Het is echt een heerlijk kind. Hij heeft echt enorme voeten en hele lange vingers. Dat ik echt zeg, van wie is dit kind? Van de melkboer? Dat heeft hij niet van mij en ook niet van mijn man. Wordt maatje 43, denk ik. Het is een heerlijke dag, jongens. Ik ben zo euforisch. En ik heb echt een droombevalling gehad. Ik kan niks anders zeggen. Dankzij een ruggenprik. Ik kan het iedereen aanraden. Maar snel over meer. Ik zie er niet uit, jongens. Ik heb zoveel pigmentvlekken. Oh, en ballen. Maar dat is gewoon zo'n eerste dag. Ik weet niet of er iemand is die zichzelf in een jurk of een broek hijst de eerste dag. Het gaat niet, joh. Ik bedoel, je bent van onder helemaal bloederig en half uit elkaar getrokken natuurlijk. Alhoewel deze keer echt veel minder erg is als bij IME. Omdat ik nu geen vacuumpomp en tang heb gehad en een veel snellere persbevalling. Echt in 14 minuten was hij eruit. Dus ik heb ook veel minder last van Down Under. Ik voel me echt super fit. Ik voel me super vrolijk. Ja, ik zie er alleen niet uit. Maar jongens, dat komt wel later weer. Make-up en zo. Gewoon back to nature. Back to puurheid. Alleen maar knuffelen met mijn lieve zoutje. Terwijl de baby slaapt, gaan wij eventjes babyfoto's terugkijken van toen hij mee babytje was, hè? Kijk eens wat een lief meisje was jij toen. Oh, zo lief was jij toen. Nu nog steeds wel een beetje soms. Kijk, met de puntmuts. Schattig, hè? Kijk, tot je 1 dag houdt.
En een heel groot cadeau is als vrienden en familie natuurlijk eten meenemen. Heerlijke lasagne gemaakt door mijn schoonzus. Omdat je in de kraamweek natuurlijk weinig tijd hebt om te koken. En dan sluiten we straks af met tiramisu van mijn zus. En dat terwijl deze lekker ligt te slapen in zijn mandje. Zo, en we hebben van onze schoonmoeder een mand gekregen. Deze. Met allemaal cadeautjes voor elke dag. Deze. 8 cadeautjes. Welke gaan we openmaken? Deze. Op basis van de datum. Deze gaan we openmaken. Nee, dat is dag 8. Dit is dag 9. Moet ik goed zoeken. Dan heeft ze nou elke dag een kaartje erbij gedaan. En een cadeautje voor een van onze 4. Nou ja, voor mij natuurlijk een fles bubbels, omdat het weer mocht. Een voetbal van mijn man van vroeger. Ja, het is dan superleuk om je zoon natuurlijk 20 jaar later mee te zien voetballen. Nou, leuke kleertjes voor de zoon. Mijn dochtertje kreeg ook wat cadeautjes. En ik kreeg ook wat lekkers om mezelf een beetje mee te verwennen met me-time. Dus het is best wel leuk, zo'n kraammand, moet ik zeggen. Hij zegt hij. Nou, gisteren kwam de man met de hamer. Want de eerste dag had ik natuurlijk nog zo'n heel, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, euforisch, heerlijke roes waarin je leeft. En dan is echt alles fijn en overspoeld door verliefdheidsgevoelens. Alleen, eergisteren was echt een helse nacht. Hij wilde om de 1,5 uur eten, dus echt letterlijk. Dus had hij gegeten en dan drie kwartier later wilde ik dus eigenlijk weer eten. Want hij eet echt 3 kwartier lang ongeveer. Het was een hele pittige nacht. En die nacht was hij mee dus ook heel erg onrustig. Verward de nieuwe situatie en ze wil heel veel aandacht. En gaat zichzelf ook een klein beetje gedragen als een baby. Dus dan gaat ze zeggen, ja, ik wil ook gedragen worden. Ik wil ook onder een dekentje. En weet je wel, super specifiek in wat ze wel en niet wil eten. En gewoon, ja, echt een beetje babygedrag vertonen. En dan wil ze per se op mij zitten. Als ik hem vast heb. En Sjoerd, mijn man, die mag überhaupt de baby bijna niet vasthouden. En ze slaapt heel onrustig. Dus daar moeten we wel echt een beetje aan wennen. Mijn man, die is eigenlijk halve nachten ligt hij bij mij in bed. Zodat ik in ieder geval me om hem kan bekommeren. Maar ik ben zo verliefd. Elke keer als ik in die kraamweekfase zit, in die newborn, dan denk ik altijd, oh, ik wil 10 kinderen. Dit gevoel wil ik eindeloos. Hoe pittig het ook allemaal is. Maar ik ben zo verliefd weer. Hij ligt er ook weer lekker charmant bij. Mijn borstvoeding is dus ook wel goed op gang. Wel wat kloofjes en zo. Dat hij dus zo krachtig drinkt. Dus af en toe dan gebruik ik een tepelhoedje. Melkfabriek gaat draait lekker op volle toeren. Alleen moe. Ik heb nu echt een mega inkakker. Dat zie je ook wel aan mijn gezicht. Ik ben heel pips. Nog steeds geen make-up op. Maar wel heel erg rijk in liefde. Ja, dus alles wat telt, toch? Ja, wel. Het was weer raak. Ja, zo zielig. Mama gaat je zo meteen lekker voeden. Hij lijkt zoveel op Aimee als die huilt. Ook als die niet huilt. Oh, met die mooie haartjes. En letterlijk 2 uur later helemaal doorgelekt. Wat in slaap. Lekker ding. Hij heeft mijn neusje, vind je niet? Dit is toch wel het leven hoor, jongens. Lekker Elsa aan het kijken. Even break. En hier lekker 2 warme kindjes tegen me. Heerlijk. Broccolietje. Moet je wel aan vitamine denken, hè? Alhoewel, ik denk daar niet aan, maar mijn man wel. Hij heeft nog een momentje van rust met de tv aan. Dat is wel nodig af en toe. Aimee had dit gekregen toen de baby geboren was. Dit is natuurlijk overduidelijk de Aimee-muis met de roze jurk. En dit is babyboertje. En dan kan ze die mooi zo. Kan ze mooi zo indekken. En dan kan ze gewoon ook een beetje de broertje verzorgen. We merken wel dat het echt belangrijk is om haar overal gewoon echt goed bij te betrekken. Dus ook met het verzorgen en zo ervan. En een beetje te laten helpen. Dat ze daardoor minder eenzaam voelt of zo.
Zo grappig, kinderen zijn zo heerlijk eerlijk. Er was net een vrouw en die kwam voor de hielprik. En die had, nou ja, laten we zeggen een peerfiguur. Niks mis mee. Ze was eigenlijk niet eens heel erg dik. Maar ze had natuurlijk een klein buikje. En Aimee die vroeg echt, stelde het eerste wat ze vroeg eigenlijk aan die vrouw was. Heb jij ook dikke buik? Het was echt zo gênant natuurlijk. Dat zijn echt van die momenten dat je denkt, oh het is zo grappig eigenlijk. Maar best wel kwetsend natuurlijk voor die vrouw. Omdat Aimee nu zo in dikke buik, zwanger buik zit. Ik zeg, oh sorry ja. U ziet er hartstikke goed uit. Nou ja, ik probeer dat maar een beetje op te lossen. Maar goed. Echt, Aimee heeft zo'n leuke leeftijd. Ik geniet zo van haar. En tegelijkertijd ook van mijn zoon. Dus het is wel echt een soort van, mijn hart heeft genoeg ruimte voor, om te houden van twee kinderen. Maar het is ook wel soms lastig om je aandacht te verdelen. Nee, lig jij weer lekker te slapen? Wat doe jij toch goed? Wat doe jij toch goed? Je merkt dat de adrenaline van de eerste paar dagen een beetje af is. En dat ze nu dus echt wel gewoon goed bijslapen. Waarom praat ik in meervoud? Ik bedoel natuurlijk dat hij goed bijslaapt. Aimee, wat gaan we zo meteen doen? Ik weet het niet. Dat weet jij wel. We gaan zo meteen babybroodje in bad doen. Eerst wegen. Wijsneus. Ga je helpen zo meteen? We hebben zo'n klaar. Warmtelamp gekocht. Dat is wel echt ideaal. Als je ze dan verschoont. Ik praat weer in meervoud. Waar slaat het op? Ja. Als je hem of haar dan verschoont. Of je een tweeling hebt. Dan doen we trouwens ook gewoon heel veel hier op bed. Omdat we de babykamer boven hebben. En dan moeten we weer een trap op. Dus het is soms gewoon net zo makkelijk hier. Dan is het lekker warm. Dus dat is echt top. Dat wordt heel snel warm. En we gaan dus nu zo meteen wegen. Hij ligt hier al klaar. Het pakketje geluk. Schatje. Mama is zo trots op jou. Ja. Af en toe dan zingt ze alles. Dus dan zegt ze dingen, maar dan doet ze dat zingend. Zo gezellig. Kijk uit hè, meisje. Even de spiegel kijken. Oh, oppassen voor babybroertje, schat. Ja, dat doe ik. Hoeveel weegt hij, denk jij, Aimee? 13 kilo. Dat wordt zwaar. 3,84. 3,84. Geef jij kusjes? Wacht even hoor. Ah, dat is lief. Ah, lieve grote zus ben jij toch. En dan gaan we lekker zo. Kijk, dan mag jij naar mee. Doe maar een washandje op zijn buikje. Want zijn buikje is boven water. Dan krijgt hij koude buik. Goed zo. Krijgt hij koude buik. Goed zo, meisje. Plas, hè? Hey, ga je mooi kijken voor de camera. Klein kuikentje. Ga je mooi kijken voor de camera. Oh, schatje. Lekker je haartjes schoon. Die staan lekker omhoog. Oh, jongen. Wat doe jij toch goed? Wat doe jij toch goed? Ik krijg zo meteen lekker melk van mama. Ja. Even heeft wel hele droge voetjes. Dus die gaan we even lekker insmeren met deze. Het is heel lekker natuurlijk ruikend badolietje van Kenko. We hebben echt een super lieve kraamhulp. Dus we hebben even wat lekkere bonbonnetjes. En een kaartje geschreven om haar te bedanken. En omdat Aimee natuurlijk ook een beetje vermaakt moet worden. En een beetje quality time met haar wil. Gaan we lekker havermoutkoekjes maken. Maar ik geloof dat het deeg lekkerder is dan de gebakken koekjes zelf. Ga jij ook nog koekjes maken? Heel lekker. Klaar. Ik blijf mijn gekke cravings houden, want ik ben nu dus 10 uur 's avonds weer 2 eitjes aan het koken. Zachte eitjes. Zo zin in. Ik heb net de voeding gedaan. Oh, wat zie ik eruit. Van 9 uur. Ik heb hem nog even naast me neergelegd, zodat ik nog even een klein dutje kan doen. Rusten. Het is vandaag 1 week geleden dat ik bevallen ben. En het is heel stom. Want het eerste buitenritje was gisteren de huisartsenpost. Want ik vond dat hij echt best wel minder dronk. We hadden dus afgelopen nachten dus wel meer slaap. Omdat hij dus 4, 5 uur
later steeds onder voeding vroeg. Dus dat was natuurlijk echt hoera. Maar dat ik op een gegeven moment ook dacht, hij drinkt gewoon de helft minder. Eerst 3 kwartier en dan op een gegeven moment echt maar 10 minuutjes of zo. Dus maakte ik een beetje zorgen. Ik had ook het idee dat zijn neusje een beetje dicht was. En toen gaf ik hem op een gegeven moment aan mijn man. En mijn man zei van, ja, volgens mij is hij ook verslapt. Nou, toen raakte hij natuurlijk in paniek. Toen hebben we onszelf denk ik ook een klein beetje gek gemaakt. HS-virus of HR-virus. Dat verhaal van Trier's, die jongen met dat kindje wat ineens doodgevonden was in de wieg. Toen dachten we echt, oh my god. Dus toen zijn we dus, of ben ik gisteravond naar de huisartsenpost gegaan met hem. Gelukkig niks aan de hand. Hij had alleen dus inderdaad een verstopte neus en een beetje ja, licht roze in zijn oortjes. Dus nu gaan we weer nog even voor extra controle naar de dokter. Ja, de tieten zijn op volle toeren. Dus dat gaat hartstikke goed. Het is zelfs zo dat hij mij dus helemaal door de stuwing heeft geholpen. Ik heb dus helemaal geen stuwing gehad. Want hij zoveel dronk. Wat super goed is. Hij is dus ook echt 9 aangekomen al. Hey schatje. Wat wil ik nou weer zeggen? Ik vergeet wel heel vaak wat ik wil zeggen. Want het is nog zo mijn hoofd een beetje... Ja, wattig is sinds die bevalling. Oh ja, ik wilde even een buikupdate doen, want op zich ben ik best wel tevreden over het feit dat je buik gewoon echt super snel gewoon teruggaat. Ik bedoel natuurlijk, het is hartstikke slap en zo, en, maar goed, als dit het is, dan teken ik ervoor, dan ben ik hartstikke tevreden. Het is het huis geweest van 2 mooie kindjes, dus helemaal dikke prima. En ik heb mijn... draagzak van Artipoppen binnen. Alleen al die prachtige doos waarin het product zit. Hoe je het ontvangt. Het is echt zo'n mooi stijlvol babymerk. En voor het eerst in de draagzak. Oh, het voelt zo lekker dit. Zo lekker dicht tegen je aan. Nou, ik had me dat eerste buitenwandelingetje wel iets romantischer voorgesteld. Dan onder de paraplu naar de dokter. Maar het is wel even lekker wat frisse lucht. En ik voel mijn lichaam, ik ben echt super fit. Ik ben heel snel hersteld. Dat is echt top. Hey, Aimee. Ben je ook baby? Zo, we gaan weer naar huis. Er is gelukkig niks aan de hand. De oortjes zagen er goed uit. Gewoon goed in de gaten houden. Het feit dat hij minder drinkt. Kan ook zijn dat ik gewoon supermelk heb. Dat hij niet meer nodig heeft. Of natuurlijk door het neusje dat verstopt zit. Dat hij minder kracht heeft om te drinken. We gaan het zien, we houden het goed in de gaten. Maar het is altijd een opluchting. Je maakt je zo snel zorgen om de kleintjes. Vooral als ze zo klein zijn, denk je echt, haal de ergste scenario's in je hoofd. Beter 20 keer voor niks checken, zeg maar, dan 1 keer niet checken. En better safe than sorry, zeggen we dan maar. Hij ligt er lekker bij. Gaan we lekker naar buiten, jongen? Ligt de hele dag te tukken. Zie je geen kind aan? Leuk? Ja. Leuk! Daar gaan we voor het eerst in de nieuwe kinderwagen. De Jules Hub. Lekker klein, compact dingetje. Hè? Aimee er bovenop. Op het meeliftplankje. Nou, dit is top. Laten we de grachten onveilig gaan maken. Koekoek! Superleuke speeltuin hebben we ontdekt op de Herenmarkt, Herengracht. Kijk dan, mega gezellig. Het is een soort mini vrijdagmiddag borrel bijeenkomst. Ik ben wel een heel klein beetje dizzy, merk ik. Dat is zoveel prikkels in 1 keer in zo'n hysterisch speeltuin. Aimee die natuurlijk ook heel veel aandacht vraagt. Maar het is ook heel lekker om weer buiten te zijn. Maar je merkt dat je een week lang in zo'n enorme bubbel hebt geleefd. Dat echt stap voor stap moet je weer een beetje tot leven komen. En integreren in het normale leven of zo. Buiten huis. Want je lijkt wel echt een kluizenaar. Enerzijds al door corona. En anderzijds in die babybubbel. Die geluiden die komen echt zo hard binnen.
Ik ben iets eerder afgehaakt. Ik begin echt last te krijgen van mijn hechtingen onder. Omdat je dus nu ineens staat na lange tijd en loopt. Heb ik echt die druk op die hechtingen. En die geluiden die komen zo hard binnen. Ik krijg er een beetje koppijn van. Dus ik ga lekker naar huis. Met de kleine man. Lekker rustig voeden. En vanavond voor het eerst een wijntje. Ja, heb ik ook wel zin in. We hebben lekker eten besteld bij restaurant. Kaagman en Korte Kaas. Dus daar gaan we even lekker van genieten. En we zijn net op tijd thuis. Of net te laat. Het is maar hoe je het ziet. Eerste glas wijn. Ruikt goed. Chardonnay toe. Zuur. Zuur. Heerlijk. Ik heb echt 5 slokken op en ik voel de alcohol nu al. Het gaat zo snel. Oh, helemaal zo hier door mijn slokdarm. En ondertussen ligt dit pakketje geluk hier. Heerlijk te slapen. Wat een droombaby. Heel gek meisje. Ma? Wil je nog deze? Lekker. Zo chaotisch als deze tafel. Zo chaotisch is ons huishouden tegenwoordig. Wat ga je doen? Hij had een krampje. En hij is nu rustig. Dankzij die papi. Dan. Baby Yuka. Oh, hij is zo Yuka. Schattig. Yuka. Het is zo klein. Wakker worden, slaap op. Moet eten. Oh. Oh, die babygezichtjes. Oh, hij valt heel in slaap. Nou. En papa en mama gaan vanavond eindelijk eens proberen om een filmpje te kijken. Af te kijken. Ja, zullen we dat afspreken? Dat gaat lukken vanavond? Dankjewel. Speentje proberen we dus wel echt te voorkomen. Alleen echt alleen als ik echt net gevoed heb en dat hij een beetje onrustig blijft en een beetje last van krampjes heeft, dan doen we het wel. Maar ik wil eigenlijk niet dat hij gaat wennen aan een speen. Oh, zijn oogjes zijn zo mooi. Ik hou zoveel van jou, jongen. Goedemorgen, lieve mensen. Het is dag nummer 12, volgens mij. Bijna 2 weken. Het gaat super goed met hem. Hij is echt heel lief. We hebben echt mega genoten van de kraamtijd. Alleen sinds een paar dagen heeft hij dus enorm last van krampjes. Waar elke baby natuurlijk last van heeft. En ja, een soort van de hel van elke ouder is. Want wat zijn ze lief als ze stil zijn en goed slapen. Maar zodra ze het op het kruisje zetten, dan denk je wel van dat is waar mensen het altijd over hebben. Dat een baby hebben zo pittig is. Dat was ik ook even vergeten, zeg maar, de afgelopen week. Ik dacht, chill, hij slaapt, hij poept, hij eet en... Weet je wel, prima als dit het is, dan kan ik er nog een 10 bij hebben. Dus vandaag heeft hij dus ook weer echt al 5 keer ongeveer zijn broek kapot gescheten. Ik zit hier dus met een baby die eigenlijk nu een schone romper aan zou moeten. Maar dan moet ik naar boven, naar de kamer. En dan maak ik mijn dochtertje wakker. En die ligt nu eindelijk even te slapen, zodat we heel even een klein beetje rust hebben. Want... ik moet zeggen, ook, ik ga weer lekker van de hak op de tak, maar een baby combineren met een peuter die ook heel veel aandacht nodig heeft, vind ik eigenlijk misschien wel het allermoeilijkste. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk is om je aandacht te verdelen, om je dochter of je oudste ook nog voldoende aandacht te geven, want hij heeft ook gewoon natuurlijk echt veel te aandacht nodig. En als die even slaapt, dan moet je ook eten of even opruimen of... wil je ook even misschien heel even niks doen. Nou, dat gaat dan natuurlijk niet. Dus dan ga je toch een spelletje doen. Een boekje lezen met je oudste. En dat vind ik ook super belangrijk. Want ik merk ook wel dat zij maar de afgelopen week ook best wel vaak heeft afgewezen. En dan zegt ze toch van ik vind mama niet lief meer. En dan breekt mijn hart.
Want ik weet waarom ze dat zegt, omdat ik gewoon minder tijd voor haar heb. En ik merk dat als ik veel tijd met haar besteed, dat ze het liever voor me is. En ja, dat ze dat natuurlijk ook gewoon nodig heeft, de tijd met de moeder. Dus ik probeer het echt zo goed mogelijk alle ballen omhoog te houden. En ja, dat gaat me op zich aardig af. Alleen als met die krampjes, gisteren en eergisteren was die echt vanaf 3-4 uur, dan begint het een beetje alleen maar aan het huilen eigenlijk. Hij slaapt dus wel redelijk goed. Hij slaapt nu ongeveer 3-4 uur per s'nachts. Dus na 3-4 uur dan meldt hij zich weer. Dus dat is echt dikke prima. Ik heb hem dus nu lekker ingewikkeld in een doek. Want hij heeft dus een blote basje. Omdat ik dus hem eigenlijk moet verschonen. Hier liggen schone spulletjes. Ganse geluier, het jasje nog van net toen we even naar buiten gingen, wat ik nog niet heb opgeruimd. Ja, een tas met etelspullen, omdat mijn man net even wat spulletjes voor tegen krampjes heeft gehaald. Ja, en je gezichtje zit helemaal onder de velletjes, want die dus nu aan het vervellen is. Mijn nagels die representeren een klein beetje hoe het nu er thuis aan toe gaat. Chaos, maar... Het gaat helemaal niet om hoe het er allemaal uitziet. Het gaat om wat we voelen. En ons hart is echt heel erg gevuld met liefde. Ik ben super blij. Ik voel me super gelukkig met 2 gezonde kinderen. En we moeten gewoon de krampjes even doorkomen. En de komende weken dan is mijn man weer aan het werk. Dus we zitten natuurlijk nog in een lockdown. Dus we moeten echt even kijken hoe we die modus gaan vinden met een baby en een peuter. En dus het verdelen van de aandacht. Je kunt jezelf gewoon niet in 5 splitsen, wat soms wel nodig is. Ik ga hierbij ook de video afsluiten. Ik ben nog steeds een klein beetje kortademig, jongen. Hadden jullie dat ook? Weet je waar ik trouwens ook mega last van heb? Nachtzweten. Oh mijn god. Ik heb het gewoon 4 keer per nacht. Dan word ik badend in het zweet wakker. Zo vies. En dan moet ik er weer uit, omdat ik dan weer moet plassen. En dan moet ik weer spoelen, omdat ik die hechtingen nog heb en die wond. Dus je bent er allemaal maar druk mee. Ik wil je danken voor het kijken naar deze vlog. Ik ben nog lekker hormonaal. Ik zit nog lekker in mijn eigen bubbeltje. Lekker onscherp in mijn hoofd. Maar dat maakt niet uit. Ik zie je volgende week zondag hopelijk weer. Misschien dat er dan wel weer een video is. Misschien dat het om de 2 weken wordt. Jongens, dat er een weekje tussen zit. Ik moet even kijken hoe het de komende tijd gaat. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Laat zeker een reactie achter. Vind ik super leuk. En... tot snel weer. Ben je lekker aan het hoesten? Niesje. Ach ja, het is allemaal hetzelfde. Oh, liefje. Hé, ontbloot tietje. Doen we even zo. Doei allemaal.